Proost. Nou, welkom bij deze nieuwe video. Tweede video vanuit Italië. We zijn in Venetië dit keer. Hallo, daar ben ik ook. Hele vlog vanuit Venetië. Echt een mooie stad. En ja, laten we gaan kijken. Yes, let's check it out. Zoals je hebt gezien zijn we met de boot overgestoken. We hebben geparkeerd aan de andere kant bij Fusina. En we hebben een beetje behoorlijke dak uitgezocht. Bewust dat het niet te warm is. En nu gaan we dus Venetië verkennen. Alle schotten scheef. Verzakt. Amsterdam is er niks bij. Alles is fotogeniek hier. Elk hoek van de straat. En ik niet. Yes. Kijk die bar alleen al. Ja, dat is klein. Laat ik een gondeltje huren. Waar zijn ze nu precies geweest dan? Ik vind het maar raar. Tegen broeders Knol. Maar ook hier. Met dat t-shirt. Ja, wederom bijna niemand met een mondkap hier in zo'n drukke stad. Dus ja, Italië gaat er toch nog wel redelijk relaxed mee om. Ondanks dat ze hier natuurlijk het zwaarste getroffen zijn, een beetje in Europa. Jongens, we naderen het San Marcoplein. Oh, excited! Ja hoor, daar is het hè. San Marco. Wow, voor iedereen op afkomt, want daar is hij. De toren van San Marcoplein. Wow. Natuurlijk weer in de restauratie alles. Niet normaal. Fotomomentje. Fotomomentje. Mooie plein. Het is nog niet eens zo druk gelukkig. We waren bang dat het kei druk was. Het valt best mee. Het zijn killermeeuwen. Oog voor detail hebben, hè? Ja, de zon komt de volle bak door, dus het is bloody hot hier weer op het plein. En dit plein loopt natuurlijk eens in de zoveel tijd onder water, zoals iedereen weet. Venetië ligt echt op waterniveau. Maar dat weten jullie allemaal al lang, maar het is wel mooi. Laatste blik op de blauwe hemel. Ik ben ook niet naar
En dan gingen ze naar de gevangenis hier zo recht. Rialtobrug, heel bekend. Nou, mooi bruggetje toch? Nou, even een ambulance. Zo gaat het hier. We hebben geen wegen. Nu hier een ijsje pakken. Dikke ijscomfortuur. Ja. Vlak bij de Rialtobrug. Beste plekje van de stad hier bij de Rialtobrug en we gaan nu een gondel scoren en het is inmiddels heel heet geworden. Lekker. Het uur? Wat? Het? Huh? Foto maken? Yes. Nou, wordt hem dit? Ja. Hier staan de mannen. Nou, daar zitten we dan hoor. We gaan een tochtje maken van een half uur. Het is nu het beste moment, zeggen ze. De motorboten mogen niet op het grote kanaal, het Grand Kanaal. Het is lekker rustig, zonsondergangetje begint. Mooi. De Italian job. Italian job, voor degene die het weet. Kijk, je ziet het, hè? Het is nu eb. Het zakt en stijgt hier, eb en vloed. Now we go in the Grand Canal. The Grand Canal is a main canal in Venice. It's a longer 4 kilometers. Nou, trouwens een quizvraag. Hoe vaak denk je dat Venetië onder water komt te staan in een jaar tijd? Antwoord op het einde van de video. Kijk, en dan zijn we weer bij de Grand Canal, Rialtobrug.
Nou, daar is de Johnny Depp film Angelina Jolie, The Tourist, opgenomen. Huh? Fun fact. Venetië loopt trouwens 100 keer per jaar onder water, dat was het antwoord. Hier woonde vroeger de Casanova hoor, van Venetië. Een historisch huisje. Oké, we zijn weer terug. Dat was het boordtochtje. Prachtig. Nou, ik vond het echt mooi, serieus. Het was echt raar omdat je dan gewoon zag dat het waterniveau anders was. Bijvoorbeeld dat het steeds hoger ging, bijvoorbeeld om 6 uur ging het gelijk hoger. En, ja. Ja, allemaal interessante weetjes, hè? Ja. Je moet het gedaan hebben als je hier was. Ja. Ja. Kost 80 euro. Tuur is de stad helemaal moe. Ja. Dus dit is het einde van de video. Bedankt voor het kijken naar een vlogje Venetië. Kort vlogje. Eén dagje Venetië voor ons. Bloody hot. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei. Later. Wat een muf pianomuziek. Ja, jammer.